Voetbal is voor iedereen en niemand staat in Nederland buitenspel. De KNVB staat op voor voetballers met een beperking. De insteek daarbij is normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. G-voetbal is bedoeld voor spelers met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Maar wat betekent dit voor een speler met een visuele handicap, autisme of met een hersenbeschadiging? Maak kennis met 9 bevlogen voetballers met een beperking en oordeel zelf over passend voetbal. Ja, goed Sven. Oké Sven, ga er maar weer in. Doe even lekker mee, probeer het. Sven is een jongen die is op het algemeen heel passief. Is die. Dus die moet je dus wel blijven coachen, zover dat kan dus. Blijven aansturen en wat ik ook altijd vind, je moet dus wel altijd positief coachen. Davy en Sven, blijf even meedoen hè Sven, die is voor jou daar. Probeer hem mee te doen hè. Jules. Jerry, naar de keeper toe, Jerry, naar de goal toe Jerry, kom op. Goed Sven. Ja, jammer jongens. Eén keer per week, met het hele team. Training. Ja, toen hij in eentje zat, toen kon hij niet echt meer meekomen. Maar het voornaamste is dat hij zich in een normale elftal terugtrekt. Dan zou hij dat plezier niet hebben. Dat zou gauw afgelopen zijn, denk ik. En dan krijgt hij dus weer woorden en zo. En dat kan hij toch niet tegen. Hè. Dus dan wordt hij al sowieso minder en vindt hij niet meer leuk. En, dat zijn allemaal dingen waar we hier wel mee rekening houden. Je moet even wachten op die bal, die komt zo wel. En dan kop jij hem gewoon eruit, hè? Achterin, ballen wegtrappen. Gewoon, met iedereen, voor plezier. Die spelvreugde, wat je bij normale voetbal soms wel eens mist. En deze hebben er altijd plezier in. Ook al verliezen ze, dat is leuk om te doen. Jongens, gefeliciteerd. Allemaal gefeliciteerd. Jammer dat we verloren hebben, maar. Hoeveel was het, hè? Het was 6-1. Ik ben Tom de Gees, ik ben 20 jaar. Ik kom uit Westervoort en ik werk bij de Intratuin in Arnhem, bij de potterie. Ik ben begonnen op mijn 6e tot 2004. En toen heb ik in normale teams gezeten. En toen ben ik door een paar benaderd om in 2010 weer te beginnen met voetballen. En dat doe ik nu in het GT van Westervoort. Ton heeft in het begin als jongere gevoetbald in een regulier team. En dat kon hij niet aan. Voelde zich niet veilig. Is daardoor naar het G-voetbal gegaan. En daar geldt dan toch de bijzondere aandacht, de duidelijke regels. Een klein veld, geen buitenspel. Het is helemaal wat overzichtelijker. En dat betekent dat zo'n voetballer daar wel tot zijn rechts komt. Ja, de spelers waren dat ik niet snel terugliep en zo. En dat is hier hebben ze geen commentaar op mee. Als je overgaat naar de junioren, dan speel je plotseling op een groot veld. Het is veel meer prestatiegericht. Buitenspel telt mee. Dus het zijn een aantal punten die daarbij komen, die het alleen maar moeilijker maken om in zo'n team te kunnen functioneren. Het wordt dan ook duidelijk. Nou, ik ben nu 20, dus ik denk... De trainer heeft gevraagd of ik nog langer door wil gaan. Ik zeg ja, ik ga nog wel denk door tot mijn 33ste of zo. Ja, goals maken. Dat moet ik altijd van de trainer doen. Scoren en de balletjes afwachten bij de keeper.
Mijn naam is Tijan T. Vierangamwaal. Voetbal. Voetbalclub. Voordat ik hier kwam bij de club, dus mijn eerste seizoen, werd ik geïnformeerd over een jongen die in ieder geval een handicap had. Dat hij in ieder geval niet alles kon horen, maar dat het echt met gebaren moest gaan. En dat is voor mij nieuw, maar dat is een hele enthousiaste jongen. En vooral in het begin ging het ook in de besprekingen met het gevoel dat ik eigenlijk gewoon een normale groep voor me had. En dat ik eigenlijk Jan D. beschouwde gewoon als een horende speler. Dat werd me heel snel naar twee besprekingen duidelijk gemaakt, ook aan mijn spelers, van je moet Jan D. echt af een pad nemen. En sindsdien eigenlijk gaat het heel goed, maar ook ik moet heel veel leren. Je moet meer zijn dan alleen voetbaltrainer, maar dat maakt het wel heel erg uitdagend. Ja. Bal in tegenstand is gelijk, pak hem naar binnen. Vijf meter. Kom. Ja. Voetbal. Nee, dat maakt niet. Dat maakt niet goed. Voetbal. Hij heeft ook alles te vinden mee. Hij is een speler. Kan je aan hem vroegen? Met name denk ik het oogcontact. Als je bepaalde bedoelingen hebt met je team, met je tactiek, met je speelwijze, dan is het voor de meesten duidelijk. Maar omdat hij dus niks hoort, is het heel erg belangrijk om in ieder geval oogcontact te hebben en hem apart te nemen. Dus ik neem hem bijna altijd apart voor 4-5 minuten en ik laat het op het bord zien. Dan ben ik 16 en toch het om naar Laten me gedaan. Engeland, Duitsland, België, Australië, Europees en Verkeerd. We mogen trots zijn op een international. En, maar hij blijft heel bescheiden. Hij blijft Jan D. wie die Jan D. is. En dat is het mooie. Maar ja, het is een genot om hem bij te hebben. Ik ben Suzanne Brok en ik voetbal bij SVG in de G2. Kom Danny, kom op naartoe. Kom aan. Ik heb voorheen wel in een damesteam gespeeld, anderhalf seizoen. Alleen toen was ik meer geblesseerd dan dat ik voetbalde. En toen bleek dat mijn lichaam, je lichaam maakt spiercellen aan. En de mijne heeft er heel veel afgebroken. Suzanne is 5 jaar geleden bij ons binnengekomen. En, want ze heeft een tijdje in een regulier dameselftal gezeten. En, maar dat ging niet vanwege een spieraandoening. Haar vriend was scheidsrechter die op hoog niveau speelde. En die begeleider daarvan heeft toen geopperd van waarom kun je dan niet bij een G-voetbalteam terecht. Nou, daar heeft ze toen werk van gemaakt en zodoende is ze bij ons terechtgekomen. We hebben ADHD'ers, autisten. Maar ja, ook een paar waar je eigenlijk aan de buitenkant niet kunt zien dat ze een beperking hebben. Maar als je ermee praat, dan merk je dat het dat ze of een verstandelijke beperking hebben of ze hebben iets lichamelijks waardoor ze niet in het normale voetbal mee kunnen doen. Ik vind eigenlijk dat het niet zwakker is. Kijk, je hebt gewoon een andere regels. Je hebt bijvoorbeeld, wij doen niet met buitenspel. En een ingooi mag je ook inrollen, er mogen geen slidings gemaakt worden en de speelduur is korter. Toen voorheen, als ik dan voetbald had, was ik de dag erna, ja, kon ik eigenlijk niet heel veel meer. Dus het geeft gewoon veel meer rust. No.
ik ben Daan Dikke. Ik voetbal bij het CP-team in Zeist. Ik heb het thuis niet echt zo. Het is leuk als mensen wat vragen, maar het wordt toch gezien als geen voetbal. Hè. Dus daar heb ik het liever niet over. CP-voetbal is een aparte tak eigenlijk. Voor spelers die alleen een motorische beperking hebben. En dat moet dan wel ten gevolge zijn van een neurologische beschadiging. Ik heb een linkszijdige hemiplegie. Dus aan mijn linkerhand en mijn benen is het dan wat minder. Je hebt er af en toe wel hinder mee, maar zo erg is het ook weer niet. Na een bal pasen over 40 meter of zo met links, dat gaat er niet worden of zo. Op dit moment speelt hij in Meerburg A2. En daar is hij op plek. Die trainen dan ook twee keer in de week. En daar gewoon in zijn eigen dorp bij zijn eigen vrienden. Daarnaast trainen we wekelijks in Zeist. Op de woensdagmiddag en de woensdagavond. En het programma is verder een beetje afhankelijk van het toernooi wat eraan komt. We bereiden ons voor op het WK nu dan. En daarna de Paralympics. Dan hebben we World Cup en EK nog. Ja, het... Ik ben er sinds mijn 15e bij, dus het zijn wel mooie reisjes geweest. Ik vind het gewoon leuk. Lekker een bal aan rennen. Je kinderen even uit, hè, zeggen ze dan. Ik ben Jacob Dannik en ik voetbal bij AC Boys. Vroeger als kind heb ik een ongeluk gehad. Maar daardoor is er iets in mijn hoofd. Er is een bepaalde hersenen van mij is afgestorven. Maar het functioneert wel, maar niet goed. Jacob is een jongen waarvan het duidelijk geworden is van dat hij een bijzondere vorm van voetbal nodig heeft. Waar het wat kleiner is, wat overzichtelijker, waar de begeleiding wat meer op hem afgesteld is. Daarin voelt hij zich gelukkig. Prima voor Jacob. Ik accepteerde me toen in die tijd mee, niet mezelf. Want ik wou gewoon meedoen met de jongens. Want als je in de groep bent, dan hoor je er ook bij. Het is ook gebleken dat hij in een regulier team zich niet staande weet te houden. Hij wordt nerveus, loopt achter bij zo'n groep wat communicatie betreft. Dus vind daar ook geen aansluiting. Nou, ik heb gewone voetbal. Ik kwam dus jongens tegen die hadden met mij wel gewogen, maar zij vonden mijn kwaliteit niet goed genoeg. Wat hun idee. Kijk, ze waren al een beetje popiopie aan het doen. Ja, gewoon een beetje stoer praten, zo van hier sta ik en jij bent maar een mietje. Met als gevolg dat hij dermate nerveus en gespannen was van dat het helemaal escaleerde. Toen is hij teruggegaan naar het G-team en daar voelt hij zich weer geweldig. Zoals het nu lijkt, blijf ik nog eerst gewoon voetballen. En ik kijk gewoon eind van het seizoen of begin van het seizoen hoe ik verder ben. En ook qua gezondheid. Ja, dan zien we wel weer verder. Ik ben Manuel Gijsbers en ik speel sinds een aantal jaren blinde voetbal. Ik heb een oogzenuwbeperking. Mijn oogzenuwen worden slecht door bloed. Dus vandaar dat mijn visus ook achteruit gaat. Zie ik op dit moment nog een heel klein beetje met links. Dan zie ik nog het verschil tussen licht en donker. En nog wat, wat grove contouren, zeg maar. Maar goed, het is dus een achteruitgaande visus. Dus ik zal het sowieso voor mezelf ook steeds meer moeten hebben van mijn gehoor. Nou goed, en dat kan in deze sport natuurlijk prima. Oké. Okay. Stefan. Ja. Op zich lijkt het een beetje qua reglement op het zaalvoetbal.
Er zit niet zo heel veel verschil in. Het is uiteraard ook 5 tegen 5. Met die verstande dat slechtziende blinde spelers, die we allemaal dezelfde visies geven. Dus niemand ziet iets. Dus ook iemand die slechtziend is, krijgt een zogenaamde blinddoek voor. We spelen op een veld wat even groot is als dit veld, dat is 20 bij 40. En dan is de keeper die is ziend, dus de beide keepers die kunnen gewoon zien. En de vier veldspelers die zijn blind. In ieder geval dragen ze allemaal een blinddoekje, dus dit blinddoekje. Ja, verder is het eigenlijk bijna vergelijkbaar met het gewone zaalvoetbal. Nou, de lol van de spelers is net als voor ieder enthousiaste sportliefhebber, dat je ook als je blind bent een balletje kunt trappen. En dat een visuele beperking geen beperking voor de voetbalsport hoeft te zijn. En nog niet zo lang geleden was het onbekend, totaal onbekend, dat je als blinde of slechtziende speler ook kon voetballen. Dus ja, we gunnen ook die voetbalenthousiastelingen om ook met hun beperking een balletje te kunnen trappen. Ik blijf nog wel de rest van mijn leven voetballen, denk ik. Ja. Maar goed, ik ben geboren als een voetbalfan en ja, echt een fantastische uitdaging. Ik heb een spasme over mijn hele lichaam. Bij de geboorte een bacterie in mijn hersenen gekomen. Vroeger kon ik bijna niet lopen. En door heel veel revalidatie ben ik toch redelijk goed gaan lopen. Ik ken eigenlijk alles. Voor mijn gevoel ken ik alles. Ik voetbal in het Nederlands Paralympisch team. Bart is al jarenlang één van de twee keepers. De keepers zijn een beetje de wat ouderen ook in de groep. En voor hem is het ook lastig bijvoorbeeld in het reguliere voetbal meekomen. Want je kunt je voorstellen dat 16 meter, het doelgebied is vrij groot. De doelen zijn vrij groot. Dus die speelt op zijn eigen voetbalniveau. En dat is in zijn geval een G-team in Brabant. Ik ben vroeger als klein manneke ben ik begonnen. En ja, omdat ik met de normale reguliere niet mee kon, daar heb ik blijven zitten. En gewend geraakt aan de kleine goal. Ik heb er leren mee omgegaan en ja, wij hebben niet zoveel geestelijk beperkt in het team zitten. Oké, Abel, hou Dennis in de gaten. Hij is gewoon balvast. Hij is keeper, hij houdt ballen tegen. Dat is eigenlijk zijn voornaamste taak en dat lukt hem vrij aardig. Bij de G is het gewoon gezellig. Eerste keeper worden. Daar blijf ik gaan voor gaan. Best blijven doen. Nee, kijk er niet van maken. Ik ben Mark. Ik ben hier 2 jaar geleden komen voetballen bij Woudenrecht. Nou, eerst was het tweede team en de meisjes die waren zeg maar gesplitst. Maar de meisjes trainden ervoor en op een gegeven moment gingen ze wat meedoen met wat partijtjes en zo. En op een gegeven moment begonnen we een keer tegelijk en dat hebben we vastgehouden. En met enige regelmaat kwamen er jongens van het Leo Kallenhuis, die kwamen wel eens meedoen. En eigenlijk sinds een tijdje zijn er nou 2-3 jongens die gewoon structureel komen op de maandag. Die vinden het zo leuk en die kunnen gewoon lekker meedoen. Ik vind het heel fijn om met deze groep te trainen. Ik ken ze allemaal helemaal uit mijn hoofd en zo, weet je wat iedereen eigenlijk doet op het veld en wat we gaan doen en zo, dat ik dat mensen ook vertrouwen en zo, dat ik altijd wel weet dat het wel een fijne groep is om te trainen. En dat vind ik wel heel erg leuk om iedere maand gewoon vast te komen en daar gewoon plezier op te trainen.
Mark heeft een vorm van autisme. En Mark is eigenlijk lopend het seizoen onze keeper geworden op de maandagavond. Dat vindt hij helemaal leuk. Hij heeft voor handschoenen gespaard. Die heeft hij nu. En gaat steeds beter. Heel leuk. Wij hebben dan een achterstand met leren. En soms hebben wij soms vaardigheden die wij missen. En dat heb ik dan wel. Dan weet ik al van mezelf dat ik ook een paar vaardigheden mis. Ik kan soms op een moment heel erg vrolijk zijn, maar op het andere moment kan ik heel erg boos zijn. Oh ja, en nu weer. Juist. Goed. Maar als ik op een gegeven moment een mindere dag ga, dan gaat dat vanzelf weg met voetbal, omdat ik er ook echt plezier in heb. En dat, als ik er echt plezier in heb, dan is dat wel een heel erg grote invloed op mijn stemming van die dag eigenlijk geweest. Tijd, Mark. Tijd. En kijken. Juist. Goed, Mark.